Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Voordat deze vlog gaat beginnen wil ik even wat uitleg geven. Want ik ben een paar keer weer een weekvlog begonnen en gewoon niet afgemaakt. Maar ik heb wel een aantal leuke beelden. Dus hierna komen gewoon random eigenlijk wat dagen. En ik weet ook niet meer precies welke dagen het zijn, maar wel van de afgelopen tijd. Dus die ga ik erin doen. En ik had ook nog een make-up videootje gemaakt. Dus misschien doe ik die er nu ook wel in. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Oké, het is vandaag dinsdag 26 november. En het is echt al super laat. Het is al 6 uur geweest. En ik heb vandaag de hele dag stage gehad. Maar ik had in de ochtend zoveel haast. En dan kan ik gewoon niet filmen als ik er om 7:45 moet zijn. Dus daarom film ik nu pas. Ik heb net gedoucht en me klaargemaakt. En ik ga straks met vriendinnen uit mijn klas wat doen. Dus ik ben even mijn spullen aan het inpakken. En dan ga ik er zo meteen naartoe. We gaan even lekker pizza eten bij de pizzeria. En dat dus eigenlijk. Dus ik moet even mijn spulletjes pakken. En dan zal ik zo meteen als we samen zijn eventjes filmen. Dus ik zal mijn camera nu echt lekker meenemen. Maar ik zie er echt niet uit alsof ik nu uitga. Het zit in mijn tas. Nee, maar je... Oké. Het is... Het is dinsdagavond en we hebben vandaag stage gehad. En we zijn net uit eten geweest. Maar we gaan zo meteen met z'n drieën... We gaan zo met z'n drieën uit naar Den Haag. Heel veel zin in. En... Dit is... Hey, fosterkamer! Ze hebben heel lief een cadeau... Heel lief een cadeautje voor mij gekocht. Ja, alsjeblieft. Oh, dat vind ik zo schattig. Oké, filmen jullie het? Ja. Of jullie erop? Nee, ik film. Oké. Waar kan je zien hoe je filmt al? Ja, ik doe al zo. Oké, wacht. Nee, pak eerst maar het kaartje. Oh ja. Ja? Oh, nee. Eerst het kaartje. Zo. Oh, jullie hebben allemaal veel dingen. Wat moet ik eerst doen? Eerst het kaartje lezen. Maar wat is het kaartje dan? Ja, die. Ja, jij hebt het geschreven toch? Ja, ja zij kan veel netter schrijven. Lieve Jan. Kijk, het kaartje Machari. Heel leuk. Ach, heel leuk. Cute. Gaan we niet omdoen, want anders gaat hij gelijk weg. Kijk. Beetje laat, maar heel erg gefeliciteerd met je 21ste birthday. We gaan er vanavond een leuke avond van maken. Oh. Oh, lief Floor en Vos. Cute! Dat klinkt er heel Panter. Nu heb ik een panterpakje. Ja. Oké, wacht. Reclame voor de Lucies. Nou. Van je autosleuteltjes. Ja. Want ik had eerst zo'n... Hebben jullie gezien wat ik eerst had? Zo'n knol. Ja, zo'n... Knol. Oh, top. Die ga ik er echt gelijk aan hangen zo. Leuk, hè? Zien jullie het? En nog een cadeau. Van de Douglas. Oh, echt? Ik zag dit echt niet aankomen. Echt? Nee, natuurlijk nou, wel. Van voor de verjaardag. Ja, want ik wilde ook graag nog wat vieren. Want anders. Hadden op school is het zo. Ja. Ja, ja, dan, ja ik zo kut. Ik had ook nog eens geen leuke verjaardag. Nee. Dan kan je lekker zelf kiezen. Heel lief. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik ben met Voske en Floor. We zijn gisteren uit geweest. En we moesten net om 7 uur opstaan. We waren om 3 uur of zo thuis. Dus we zijn wel een beetje moe. Maar we moeten om 8:30 beginnen. We zijn meteen op school. Dus we gaan er het beste van maken. We hebben er zin in. We gaan nu naar school toe. En dan gaan we kijken hoe het loopt. We hebben koor, we hebben muziek. Wat moest die man ook wel niet denken toen we in die taxi zaten. En dan zei, wat hebben we nou morgen? Muziek? Koor. En die man die dacht waarschijnlijk, wat voor een opleiding doen jullie? Pa pa ka ka ka. Oké, top. Skiri pa pa.
En boem, 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 boem. Ja? Skiri-appa. En boem, 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 boem. Doe nog een keer. Skiri-appa. En boem, 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 boem. Jullie? Skiri-appa. En boem, 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 boem. Oké, eerst twee regels. Ja. Het ding was skiri-appa. Papa, papa, kak. Skiri-appa. En boem, 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 boem. Skia. Vandaag zondag 8 december en het is 7:45. Het is echt heel erg vroeg en ik ga vandaag iets super leuks doen. Dus ik dacht, ik ga weer een dagje voor jullie vloggen. En ja, ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik heb net gedoucht, dus mijn haar is nog echt best wel nat. Ik ga het zo meteen even feunen, want anders is het echt veel te koud voor buiten. Ik heb net wel mijn make-up gedaan, onder andere ook met Naked producten. Ik ben er echt heel erg blij mee. En wat ik dus vandaag ga doen, ik ga met school naar Düsseldorf. En ik ben eigenlijk nog nooit op een kerstmarkt geweest in Duitsland of iets. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Want we hebben sinds dit jaar een studievereniging. En daar kan je dus voor opgeven, maar ook zonder dat je lid bent, organiseren ze dus uitjes. En we gaan dus vandaag naar Düsseldorf. En ik ben heel erg benieuwd. Met de drie meiden die ik in mijn klas omga, die gaan ook mee. Dus dat is super gezellig. Dus we gaan gewoon met z'n vieren lekker shoppen en eten. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik moet zo meteen nog even snel wat eten. Even mijn haar doen. En dan ga ik onderweg naar het station. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het wel lastig wat ik aan moet doen. Want volgens mij is het dus echt slecht weer. Maar ik wil ook dat het een beetje makkelijk is met passen. En ik wil geen paraplu hebben. Maar ik heb ook niet echt een waterdichte jas. Dus ik ga nu eventjes mijn haar feunen. En dan ga ik even struggelen. En dan zien jullie mij zo meteen. Kijk, dit is ook de schaduw van mijn camera. Ik moet hem echt laten maken. Hij zit echt allemaal vast met allemaal touwtjes. Maar wat ik dus aan heb is dit shirt van Tommy. Deze. En zo'n ripped flare. Zo'n zachte. Die heb ik van de Costes. En dan neem ik mijn Zadig en Voltaire tas mee. En dan doe ik waarschijnlijk mijn grijze jas aan. Als het gaat regenen heb ik echt een probleem. Maar ja. In ieder geval, ik ga nu wat eten en dan ga ik. Since we have no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Ik ben Martijn Centraal. Ik ga jullie even voorstellen, ja? Denk ik dat niet? Oh, oh oké. Okay. We hebben net Starbucks gehaald. En we zijn nu aan het wachten op de bus. Het is nu, hoe laat is het nu? Dus dan vinden jullie het zo ongemakkelijk. Dat maakt het voor mij ook ongemakkelijk. Het is nu bijna 8:00. 9:00 bedoel ik. Maar ik ga niet zo zeggen. Ik ben door. Oké. 8:50. Maar ze heeft niet gehaald. Moest ze eigenlijk nu weggaan. Dus het klopt niet, hè? We gaan zo meteen 3:00 rijden naar Düsseldorf. Ik voel echt wel op schoolreis gaan. Kijk mijn camera, hoe erg.
Oké, we hebben net 3 uur in de bus gezeten. Oh, dat ziet er heel raar uit. En we zijn nu net aangekomen in Düsseldorf. En het was een uur later dan verwacht, want de bus was een uur te laat. Maar we zijn er nu eindelijk. We lopen nu hier. En de kerstmarkt is volgens mij best wel een beetje verspreid. Ik film wel een beetje raar. Maar we gaan eerst even wat eten, want het is rond 12 uur al geweest. Ja, dus we gaan even bijna 1 uur. Oh, het is bijna 1 uur. Dus we gaan even eten en zo. En dan gaan we zo meteen shoppen. Ik weet toch niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Oké, het is inmiddels 6:30. En we hebben de hele dag over de kerstmarkt gelopen. En in de winkels. En ik had uiteindelijk heel erg koopdrang. Maar ik heb maar 1 ding gekocht. En zal ik een beetje vertellen wat ik ervan vond? Ja. Ik vond het wel leuk. Het was een leuke dag, alleen het viel wel een beetje tegen. Want de kerstmarkt is dus best wel erg verspreid. Dus je hebt niet 1 kerstmarkt, maar allemaal kleine tentjes. En het is meer eten dan echt leuke dingetjes. En qua winkels heb je wel luxe winkels en warenhuizen, maar je hebt qua andere winkels alleen de Zara eigenlijk. Dus ja, dat viel dan een beetje tegen, maar het was wel een leuke dag. We gaan nu zitten we in een leuk restaurantje en we gaan schnitzel eten toepasselijk, dus dat is wel erg lekker. En hier op de muren zitten bijvoorbeeld van die leuke dingetjes. We hebben wel een leuk plekje, terwijl we eigenlijk niet hadden verwacht dat we van de buitenkant zag het niet van de binnenkant er zo leuk uit. Nee, inderdaad. Daar zijn we heel blij mee. En we gaan zo meteen weer 3 uur in de bus. Yeah. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En gisteren heb ik uiteindelijk niks meer gefilmd. Ik ging naar school en toen hadden we koor. Toen heb ik bij koor nog wat dingen gefilmd. Dat we gingen zingen. En voor het eerst hadden we toen liedjes gehoord. Dus ik dacht dat het wel leuk om even te filmen. En het is nu... Daarna moest ik werken en ik was helemaal doorweekt. En ik merk gewoon dat ik echt nog heel erg mijn draai moet vinden met wanneer ik ga filmen. Want... Ja, ik weet het niet. Ik vind het leuk. Echt heel erg leuk, maar sommige dagen heb ik er gewoon veel minder zin in. Dus ik moet gewoon echt nog even mijn draai erin vinden. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. En het is nu 7:45. En ik ga zo meteen naar mijn basisschool toe. Want we gaan een filmpje opnemen. En mij leek het wel heel erg leuk om te helpen. Dus ik ga niet in de ochtend naar school. Maar ik ga dus naar mijn stage toe. En dan gaan we dat daar opnemen. Daarna ga ik wel naar school. En dan heb ik volgens mij weer tot 6:00 school. Bijna elke dag. Dus ik weet niet wat ik precies kan filmen. Maar ik neem natuurlijk gewoon mijn camera mee. En dan zien we het wel. In ieder geval. Ik vond het heel moeilijk om een outfit te kiezen. Want je wil niet te netjes. Maar ook weer niet te slordig of iets. Dus ik heb deze aan van de Zara. Zo meteen mijn ketting om. En dan ga ik richting de basisschool. En dan zien jullie mij denk ik daarna weer op mijn eigen school. En ik ben nu bij mijn vader thuis. En... ik heb een heel groot pakket gekregen. Ik heb ook 2 pakketjes van AliExpress. Maar dat weet ik gewoon. Maar ik heb echt een hele grote doos gekregen. Maar ik heb echt niks besteld. Dus ik weet echt niet wat het is. Dus ik ga het nu even openmaken. Oké, ik ben helemaal make-uploos. Ik zie er echt niet uit. Ik ben al een week ziek, maar ik wilde deze video zo graag opnemen. En ik heb vanochtend ook mijn wenkbrauwen geverfd. En het is echt heel erg donker geworden.
Alleen, ja, het is gewoon eventjes niet anders. Want ik wilde het gewoon heel graag doen. En ik heb net even make-up eraf gehaald. En we gaan nu lekker de video opnemen. Er zit geen foundation in de nieuwe make-up. Dus dat ga ik nu even snel aanbrengen. En daarna ga ik de producten gebruiken die er wel in zitten. Mijn foundation en mijn poeder zit erop, want dat zit niet in de box. En we gaan nu het allereerste product uittesten. Want nadat ik heb afgepoederd gebruik ik altijd bronzer. En wat ik had gezien is een highlight en contour kit. Maar er zit contourkleur in, een bronzerkleur en twee highlight kleuren. Dus of ik ga deze gebruiken, dan zit er een shimmer bronzer in. Alleen dit gebruik ik zelf niet. Want ik vind het dus niet mooi als de bronzer glimmend is. Er zit ook een matte bronzer in. En die lijkt me wel heel erg mooi. Dus dan gebruik ik of die of uit dat palet. Oké, ik heb hem net aangebracht, maar ik denk dat dat niet heel goed overkomt op beeld. Maar hij is best wel een beetje oranjebruin. En ik hou heel erg van koele bronzers. En dit vind ik echt net iets te bruin. Nou, daarna ga ik altijd verder met de wenkbrauwen. En daar zitten wel wat dingetjes in, dus die ga ik er nu even bij pakken. Ik heb alle wenkbrauwproducten erbij gepakt. Als eerst zijn er vier, heb ik een eyebrow gel. En daar zijn er vier van. Je hebt de kleuren blond, brown, medium brown en dark brown. Dus ik denk dat ik alleen de blond ga openmaken. Omdat ik het een beetje zonde vind, dan kan ik misschien de andere gewoon weggeven. En dan zit er ook nog vier, zijn het potloden of penselen, wenkbrauwpenselen. En dit is dan weer ook blond, medium, dark. En ik ga daarvan ook alleen de blond openmaken. Want ik denk dat dat het beste bij mij past. Met zo'n puntje. Dus die ga ik nu gebruiken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb nog zoiets nog nooit gebruikt. Het is in ieder geval wel de goede kleur, dus daar ben ik heel erg blij mee. En waarschijnlijk omdat ik mijn wenkbrauwen natuurlijk ook al heb geverfd, ziet het er best wel goed uit. Alleen ik vind het hier lastig om een oordeel over te hebben. Want het product werkt gewoon goed, alleen ik vind gewoon dat het niet zo heel nauwkeurig is. En ik hou gewoon van hele strakke wenkbrauwen. Ik zal de gel ook gelijk even proberen. En dit heeft zo'n heel klein kwastje, dat heb ik nog nooit gebruikt, ik ben heel benieuwd. Oké, deze heeft ook een kleurtje. Dus stel je denkt, ik wil geen wenkbrauwpotlood gebruiken. Dan kan je gewoon ook alleen deze doen. Want hij heeft subtiel. Hij geeft niet heel veel af, maar je ziet hem wel zitten. Dus dat is wel heel erg fijn. Oké, het oogschaduwpalet dat erbij zit, is deze. En ik vind deze echt heel erg mooi. Want als ik, laat maar zeggen, kleuren zou gebruiken, dan zou ik dit soort kleuren gebruiken. Ik mis wel nog een beetje een lichtbruine kleur. Maar voor de rest zit zwart in. Er zit een beetje bruin tinten, een beetje rood tinten, een beetje zilver, een beetje goud. Ik vind deze echt heel erg mooi. Dus ik hoop dat het ook goed overkomt op mijn ogen. Ik ben niet super goed in oogschaduw. Maar ik zal een beetje een simpele look doen. Want ik ga vanavond ook niet heel veel bijzondere dingen doen. Dus het moet wel een beetje normaal zijn. Hey.
Oké, ik heb de oogschaduw gebruikt. En ik ben echt heel erg positief verrast. Want echt, de kleuren zijn echt super mooi. En alles is echt heel erg gepigmenteerd. Dus dat is echt heel erg fijn. En de look is ook al wat heftiger geworden dan ik had gedacht. Maar ik heb... even kijken welke kleur ik heb gebruikt. Ik heb die gewoon als eerst gebruikt over mijn hele ooglid. Daarna heb ik deze in de arcadeboog gebruikt. En deze een heel klein beetje in de hoekjes. Toen heb ik glimmend op bewegend ooglid gedaan. En deze heb ik in mijn binnenste ooghoekjes gedaan. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Het is wel best wel heftig. Maar als ik er zo meteen wat eyeliner bij doe en... dan wordt het helemaal mooi. Oké, het is gewoon een hele fijne zwarte eyeliner. Alleen ik vind het gewoon heel lastig om aan te brengen. Dus ik heb nu gewoon een dun lijntje gedaan. En zo'n heel klein lijntje opzij. Een kleine wing. En er zit geen mascara in. Dus die ga ik nu even gebruiken. En ik gebruik gewoon de Glam & Doll mascara van Catrice. En dan zien jullie mij zo terug met mascara. Oké, ik heb een beetje mascara opgedaan. Ik lijk gelijk een heel ander persoon, maar oké. Ik vind het uiteindelijk wel mooi geworden. Het is niet super bijzonder of zo. Maar ik moet natuurlijk ook een beetje experimenteren. En het is gewoon echt heel erg donker vandaag. Dus ik kan ook eigenlijk niks anders dan dit. De highlighter zit er ook op. En dan moet ik alleen nog de lippen doen. En daar zitten zoveel producten van in. Namelijk al deze lipliners. Hoeveel zijn het er? 7. Ik vind echt elke kleur mooi. En de rode is heel erg mooi voor speciale gelegenheden. Maar alle andere kleuren zijn best wel basic. En kan je best wel goed gebruiken. En ik denk dus, er zitten ook liquid lipsticks bij. Misschien horen ze wel bij elkaar. Dus je hebt een lippotlood met een liquid lipstick. Ik ga er denk ik gewoon eentje proberen samen met de liquid lipstick. En dan ga ik even kijken welke ik het mooist vind. Oké, ik heb mijn lippen ook gedaan. Ik vind deze kleur net iets te oranje. Maar de lipstick is wel heel erg fijn. Dus die moet ik gewoon nog een beetje gaan uittesten. Ik denk dat het nu wel beter overkomt omdat het licht wat anders is. Maar de lipstick is gewoon net wat oranje voor mij. En dat vind ik gewoon niet zo mooi. Voor de rest vind ik alles wel heel erg mooi gelukt. En moet ik gewoon even gaan kijken welke lipkleuren bij mij passen. Maar ik ben echt heel erg tevreden. En ik wil Naked ook heel erg bedanken. En alles staat in mijn beschrijving. En het is zeker een aanrader om even een kijkje te gaan nemen. Vooral het oogschaduwpalet zou ik aanraden. En de liquid lipsticks zijn heel erg mooi. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij een nieuwe video. Dit was dus de video. Ik merk aan mezelf dat ik het gewoon heel erg lastig vind om echt goed video's te maken. En ik hoop dat jullie dit alsnog wel een beetje leuk vonden. Ook al was het soms een beetje random. Maar dan weten jullie dat in ieder geval.